Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Hunger Games aflevering. Ik ben Melvin en ja, we beginnen maar gelijk. We hebben nog 2 seconden en dan gaat het echt van start. We moeten nu gelijk als de neuk naar het midden rennen in de hoop dat we iets kunnen krijgen uit het... Holy shit, hoe ga... Oh mijn god, ik heb niks. Ik heb niks. Zagen jullie hoe snel die items uit die chest opeens waren? Dat leek echt op een hacker. Maar ja, dat zal weer mijn bevindingen wezen. En ik denk ook niet dat het een hacker was. Maar het leek er wel een beetje verdacht veel op. Want het ging echt van woep, 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 woep. En alle items waren weg. Maar in ieder geval, wij hebben hier een chest om de hoek gevonden. Daar ben ik al blij mee. We hebben in ieder geval nu al een stone axe. Daarmee kunnen wij al mensen in principe aanvallen. En we kunnen dat ook gewoon gaan proberen. En als we pech hebben, dan heeft die persoon die we aanvallen een zwaard. En dan zijn we de lul. En als we geen pech hebben, dan heeft de persoon die we aanvallen geen zwaard. Maar dan zijn we niet de lul. Ja, zo werkt het. En kijk, wij hebben zelf al een zwaard. Oh shit, oh shit. Nee. Nou, dat was een lekker potje. Ik had net een zwaard gevonden en toen werd ik in mijn rug geneukt. Tot volgende potje maar, hè. En toen waren we alweer bij je tweede potje aangekomen. Het vorige potje ging echt puur bagger. Dus laten we hopen dat we nu wat beters vinden. We hebben hier geen armor, geen wapens, niks. Dus dat is behoorlijk kut. Laten we dan maar gelijk wegrennen van het midden. Want ik hoor alweer mensen met een zwaard. En daar hebben we ook alweer de eerste gevallene. Hoe je dat ook maar wil zeggen. De eerste persoon die dood is, laat ik het zomaar noemen. In ieder geval, wij gaan op zoek naar chassies. In de hoop dat wij een goed chassie krijgen. En dat we dan gewoon kunnen gaan ownen. En ik heb niet echt heel veel vertrouwen in mijn tactieken. En wat hebben we hier? Een chassie. Oh! Nou, dat is leuk. We hebben een chassis gevonden. Dat vond ik wel een leuk verstopplaatje daar. We hebben nu een wooden sword en een stone axe die beide evenveel damage doen. Dus die kunnen we beide gebruiken. We hebben al een boog. Als we misschien nog wat arrows vinden, dan kunnen wij die ook nog gaan gebruiken. We zijn al lekker bezig. En hier staat een enchantment table. En hier lopen 2 hele lieve jongens achter elkaar. En eentje die heeft daar een visengel. Die denkt van, hey, laat ik die jongen even lekker gaan vissen. En dat gaat hem lekker niet... Huh? Wat? Huh? Hoe kan... Huh? Wat? Die persoon... Oh shit. Oh shit, hij heeft een boog. Oh shit, ha. Ja, hij raadt me lekker niet. Oh damn. Ja, ja, ja. Dat is jammer voor jou. Ik heb hem iets te ver naar voren geschoten. Hij raakte mij niet met zijn boog. Dat is wel lekker. Laten we hem lekker achter gaan volgen. Ik hoop dat ik hem even vies in zijn neukbil kan slaan. Oh mijn god, daar gaan we dan. Oeh, ja, bijna. Oh ja, daar komt hij. Bijna, we zijn... Oh, what the heck? Hij stopt. Ik stopte met rennen. Bijna. Ja, dat was 1 hit. Oké, nog een hit. Ja, kijk eens aan. We hebben gratis stuff gekregen van deze jongen. Oh, dat was lekker. Mooi zo. We kunnen gelijk maar even zijn chainbody aandoen. En wij hebben nu al redelijk wat loot. We hebben al 1 kill gemaakt. We hebben al 1 iemand zien doodgaan. Alleen ik weet niet op welke manier. Dat was echt heel raar. Die kerel stond daar en opeens van... Poef! Laag zijn spullen op de grond. Vraag me niet hoe dat gebeurde. Ik vond het wel handig. Want hey, daar had ik gratis spullen van hem gekregen. Dus dat... Misschien zag hij van... Hey, dat is altijd Melvin. Laat ik doodgaan. Dan kan hij mijn spullen pakken. Misschien dacht hij dat ook niet. Ik ga uit van de tweede. Maar als hij dat dacht, zou ik super awesome vinden. Maar ik denk niet dat ik hier op deze server word herkend. Want ik ben heel zielig. Forever alone. Wat? Wat? Die kerel. Die richtte op zo'n rare manier op mij. Wauw. Nou ja, mensen. Tot het volgende potje. Wauw, daar moet ik even van bijkomen hoor. Wat? En toen waren we alweer aangekomen bij het derde potje van deze aflevering. Het gaat allemaal niet zo lekker. Laten we nu hopen op wel een hele goede chest in het midden met een zwaard of zoiets erin. Wauw, ik pakte ook gelijk de zwaarste poepchest die hier maar ook te vinden is. Dit is echt zware stronscheid. Nou, laten we dan maar weer wegrennen, want we krijgen gewoon niks. Het spel gunt mij gewoon daadwerkelijk echt niks. Echt gewoon helemaal niks. Zo jammer vind ik dat, hè. Dat vind ik zo jammer, hè. Ja. Dat vind ik heel jammer. Nou, ik heb hier een mooi chassis gevonden in meer in het kampvuur. Waarin ik een ladder helmet en een redder tunic heb gevonden. Dus dat is wel leuk meegenomen. En we hebben trouwens ook al onze rijke patas aan. Dus armor hebben we wel. We hebben nu ook wel wat food gevonden. En hier hebben we een chest met... Oh, mijn hemeltje lief. We hebben een zwaard. Oh, we hebben zelfs al 3 zwaarden. Wauw, ik zag niet eens dat ik die andere 2 houten zwaarden had. Wauw, dat was echt wel heel erg jammer. Nou ja, we hebben al een beetje wat stufjes. Dat is wel leuk. Misschien dat in deze chest nog iets zit. Laten we even hopen op iets goeds. Nee, dat is jammer. Dat betekent
dat hier iemand in de buurt zit. En waar gaat die persoon zitten? Dat weten we niet. We moeten dus nu goed gaan opletten op namen om te zien waar hij daadwerkelijk zich bevindt. Hier staat nog een chest. Ik denk dat deze ook al geloot is. Nee, nog niet eens. Nou, laten we dat gewoon maar even meenemen voor de leuk. Ik heb geen broek. Ik dacht dat ik een broek had, maar ik heb geen broek. Nou, dan gaan we maar weer verder lopen. En dan gaan we zo meteen wel kijken of we iemand kunnen killen. Een leuk chest die helemaal verstopt hier beneden. Laten we die houten zwaard er maar in zitten voor een gelukkig persoon. En, ik vind echt letterlijk helemaal geen ene ruk. Ik vind wat ledder en wat woedensteuf en dat is het. Kom op mensen, gun me iets beter, kutserver. Ja, een iron ingot, nou ja, dan moeten we nog een iron ingot vinden. Maar dan kunnen we wel een iron zwaard maken. Maar ik denk niet dat dat ons gaat lukken deze aflevering. En daar hebben we al iemand lopen die echt totaal decked out is. Wauw, dat gaan wij nooit winnen. Hoe gaan wij dat winnen van zo'n kerel? Nee, zit ook niks in. Ik denk dat hij achter me aankomt, ja. Hij komt achter me aan, zie je dat? Oh mijn god. Oh, mijn hemeltje lief, hij heeft een pijlenboog. En, woep, woep. Woep, woep, woep. Ja. Oh mijn god, hij heeft een zwaard. Nou, dat zag ik niet aankomen. Oké, nou, dat was alweer een scheidpotje. Wauw, man. We zijn echt zo lekker bezig deze aflevering. Ik denk dat dit een aflevering gaat worden met wel 20 potjes, als het niet meer zijn, hoor. What the fuck, man. Telefonie. Daar staat nu, ai hek. Nou mensen, het vierde potje van deze aflevering. Ik hoop dat we nu even kunnen gaan knallen. Want echt, tot nu toe heb ik alleen maar pure scheidpotjes gehad. Nou, het lekkere, het begint alweer goed. Oké, we hebben een stuk vlees. Of nee, we hebben helemaal niks uit die chest. Oh jawel, we hebben wel iets uit die chest. Maar eigenlijk ook weer niks. We hebben een pijlenboog. Daarvan mis ik de pijlen. We hebben een potito gekookt. En we hebben een stuk vlees. Echt, voor de rest hebben we geen ene fucking ruk. En daar liep al iemand met een zwaard. En zit hij achter me aan? Hij ziet mij volgens mij wel. Dus dat is een slecht teken. Wauw. Dit gaat niet lekker, jongens. Nee, het gaat niet lekker. Zit hij achter me aan? Nee, hij zit niet achter me aan. Oh, dat valt me nog mee. Ik dacht echt dat hij achter me aan ging zitten. Om gewoon mij te kunnen killen. Maar doet hij niet. Doet hij niet. Misschien dat er op het een dak of zo ergens een chest zit. Dat lijkt me ook nog wel een goede verstoppen. Voor een, ik zie daar een chest in zitten. Zullen we erheen springen? YOLO. Wauw. Nou, dat was echt de domste set die je maar kan maken in een hele, in een fucking survival games match Hunger Games, weet ik veel. Godverdomme, 7,5 hartje naar de tyfus. Maar oké, YOLO. Hey, kijk, er staat nog een chest. Laten we hopen dat in dit chest hier wel wat goed zit, want ik heb nu één zwaard en weer een zwaard. En ik wil gewoon een stenen zwaard vinden. Waarom gunt mij die hele server niks? Ik heb nu al 4 potjes op moeten nemen en ik ging steeds binnen 2 minuten dood. Nou, wat zit in dit chassis? Oh, ja, nee, had ik niet verwacht hoor. Ik had echt niet verwacht dat ik daar niks in zou vinden. Nee, echt niet. Ik had niet verwacht dat ik daar niks in zou vinden. What the fuck? Waarom rent die kerel echt letterlijk langs mij? Wauw. 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 Nee, dit meen je niet. Niet nog een keer. Niet fucking nog een keer. Dit ga je niet menen. Zitten ze achter me aan? Dit meen je niet. Oh, hij zit niet achter me aan. Ze hebben me in leven gehouden. Oh mijn god, voor mij zagen ze dat ik aan het opnemen was en dacht van, oh, die kunnen we niet doden, dat gaan we niet doen. En dat hebben ze ook niet gedaan. Oh mijn god, jongens. Ik dacht niet, dat zal ik niet aankomen. Ik wist niet, nou ja, laat nu maar. Laat nu maar dan. Laat nu maar weer dan. Moet je zien, dan hij heeft gewoon... Jongens, wat moet ik nou? Ik kan niks meer. Ik kan niks meer. Ik ga nog 1 potje voor jullie proberen. Anders hebben jullie maar 1 grote scheidvideo van mij gekregen. Ik ben nu al meer dan 40 minuten aan het opnemen. En ik heb nog geen 1 goed potje gehad. Nou mensen, het 5e zware fucking scheidpotje van deze aflevering. Ik hoop dat we nu iets goeds vinden in de chest. Ik druk gewoon als een motherfucking... Ik heb een golden apple, dat is leuk meegenomen. Dat is echt leuk meegenomen, laten we maar gelijk bij het midden weggaan. We hebben weer geen zwaard gevonden, maar we hebben wel een golden apple. En dat is toch een beetje positief. En ik word alleen mijn rug geneukt door een of andere anusneuker. Want ja, hij zit letterlijk in mijn anus te prikken met een zwaard nog wel. Hey, kijk, een chassis. Laten we hopen dat in het... Ja, een zwaardje. En nog een axe. En wauw, ja, ik ga jou doden. Ja, dood. Meneer de dood. Ga dood. Dikke lagger. Wauw, zie me lagger, jongen. Holy, what the heck. Hij lagt echt fucking hard. Nou ja, we hebben hem wel gedood. We hebben een kill. En daar komt iemand aan met een zwaard. Nou, daar zit ik dus helemaal niet op te wachten. Laten we maar gaan zwemmen dan. Godsamme, waarom moet er nou weer iemand achter me aan zitten met een zwaard? Oh, wauw. Meen je deze? Meent u deze?
Jongen, meent u deze? Oh mijn god, hij drukt me weg. Dat vind ik wel lief van hem. Hij drukt me gewoon weg. Hij drukt me gewoon aan die boot. Hij ziet mij zo zwemmen en denkt van ja, laat ik hem maar naar die boot drukken, want ik kan toch niks met hem. Nee. Ha, en daar zit je dan, hè? Ja, daar zwem je dan achter iemand aan. En je kan me nou niet krijgen, ook niet met je fucking kut vishengel, jongen. Steek die vishengel toch in je anus, hé. Dit schiet toch niet op. Nou, laten we deze panda meer ook maar naar de tyfus slaan, want ik ben toch helemaal gedemotiveerd, omdat ik gewoon echt een fucking kutpotje zat. En jongen, druk me daar nog niet heen dan. Hé, waarom kan ik die kutpandabeer niet raken? Wat de hek, man? Dukke panda-hacker. Laat ik maar wegzwemmen. En voor mij ziet hij mij dat... Oh mijn god, wat moeten we nou doen, jongens? Wat moeten wij nou doen? Laten we hun maar dat hele ding repen. Ik ga wel naar dit eilandje wat hier zit. En dan ga ik weer terug naar het vasteland. Want ik kan toch niks. Ik kan niks. Wat moet ik? Ik heb geen vrienden waarmee ik kan teamen. Ik moet alles helemaal solo en alleen doen. En dat wil gewoon niet. Oh, damn, we hebben nog een chestje gevonden met stuff. Dat vond ik nog wel even onverwachts. Nee, fuck dit. Meen je deze. Waarom kan ik hem niet raken? Wat is dit? Nee, ik ben alweer bijna dood. Hoe dan? Ik sprint en ik ren en toch haalt hij mij in. Wat een scheidaflevering eerste klas, mensen. Ik word hier helemaal boos van. Dat moet ik niet doen. Nou mensen, als jullie toch nog hebben kunnen genieten van deze aflevering, doe dan even een duimpje omhoog. Ik hoop dat ik de volgende aflevering wat beters krijg, wat betere dingen heb, want dit was echt één pure grote scheidaflevering eerste klas. Mensen, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, zoals ik net al zei. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij en wil je nog meer falende Hunger gameplay zien van mij, druk dan even zo'n knopje. Abonneer het hier beneden en dan ben je al op de hoogte van mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie en het is doei mensen!